Ze staan al best stevig op hun benen. De kersverse veulens van Ad en Corrie van Hal uit Udenhout. Oh, het is net een klein speelgoedje, hè, Netty? Ja. Echt? Oh. S'nachts is hier elk uur uit geweest, om 2:30 nog niks. En om 4:30, hij gaat naar de stal, ligt al één veulen erbij. En de tweede veulen werd meegeboren. Ik eruit. En we waren echt verrast hier, twee veulens. En dat had de familie van Hal nog nooit meegemaakt. Een tweeling waarvan ook allebei de veulens in leven waren. Toen heb ik de fles gepakt, de merrie gemolken, dat ze die eerste biest hebben. Want die eerste biest die moeten ze hebben om die antistoffen op te bouwen, dat ze kunnen overleven. De kans dat één van de veulens alsnog overlijdt is volgens de veearts erg klein. Dat is erg uniek dat er een keer in hoe leven voorkomt. Hoe de veulens gaan heten weten Ad en Corrie nog niet. En nou, Corrie zijn al, we noemen het Merrieveulen nog de schoondochter, nou Eline. Zee, dat is misschien een optie. Het is wel apart. Het is toch iets bijzonders en als het dan Eline wordt genoemd, zou bijzonder zijn. Eén ding is zeker, de familie van Hal is dolgelukkig. Naar een naam voor het hengstje wordt nog gezocht.